Goedemorgen iedereen, daar ben ik weer. Het is weer maandagochtend, 10 uur. En dan ben ik natuurlijk weer live met de Tarot weekkaartvoorspelling. In dit geval weer voor week 2. We zitten alweer in de tweede week van het nieuwe jaar. Voor degenen die de eerste keer kijken, mijn naam is Esther van Heerenbeek. Ik ben astrologe bij het 12e huis. En ja, iedere week om 10 uur kom ik live op Facebook en Instagram. En kun je mijn video naderhand ook nog bekijken op YouTube. Dus op die drie kanalen ben ik wekelijks terug te vinden. Goedemorgen Sandra, leuk dat je er weer bij bent. Ja, inmiddels weten mensen in ieder geval mij te vinden op maandagmorgen. Hartstikke leuk. Goedemorgen Jane en Sylvia. Leuk dat jullie er zijn. Leuk Martine dat je er ook bij bent. Ja, zoals jullie weten ga ik dat dus elke maandag om 10 uur weer de Tarot weekkaart bespreken voor de week die komen gaat. Ja, hoe zit dat in elkaar? Hè? Ik heb voor de week die komen gaat me afgestemd op de week en een Tarot weekkaart getrokken. En ja, die kaart die zegt eigenlijk iets over de energie, over de tendens, over de week die komen gaat met ook wat adviezen. Misschien een boodschap voor jou ertussen. En het is gewoon heel erg belangrijk dat je voor jezelf kijkt van wat resoneert met mij. Ja, waar ja, herken ik me in of in welke situatie bevind ik mij? En dan kun je eventueel iets met het advies van deze kaart doen. Nou, heb je interesse om de hele jaarvoorspelling te zien per sterrenbeeld? Die heb ik afgelopen week ook online gezet. Mocht je dat nog niet ontdekt hebben, dat staat allemaal op YouTube. En dan kun je per sterrenbeeld jouw jaarvoorspelling zien voor, ja, voor het jaar 2021. Dus goedemorgen, ik zie dat er steeds meer mensen binnendruppelen. Ingrid, Lian, Ineke, hartstikke leuk dat jullie er ook bij zijn. Leuk dat jullie me nog steeds zo trouw volgen elke week. Dus vind ik super leuk. Ook allemaal hartelijk welkom nieuwe kijkers en volgers ook op Facebook en Instagram en YouTube. Super leuk dat jullie ja, mij volgen. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Nou goed, waar je natuurlijk voor kijkt is de Tarot weekkaartvoorspelling. Dus ik ga daar ook mee beginnen. Mee van start, want daar gaat de video natuurlijk over. En de kaart voor deze week is een kleine arcana kaart. En dat is een kaart die bij de hofhouding hoort, zoals ze dat ook noemen. En dit is de koningin van pentagrammen of pentakels of schijven, wordt ze ook wel eens genoemd. En die staat voor het element aarde. Ik zal eventjes het bij het beeld houden. Ja, je ziet hier inderdaad ook een hele rustige vrouw zitten. Hè. Het element aarde is ook het element van rust en zorgzaamheid en koestering. En ja, en dat is eigenlijk ook wel het thema voor ons deze week. Het is heel belangrijk dat je deze week tijd maakt voor ja, zelfkoestering, zelfzorg. Juist omdat het zo'n moeilijke tijden zijn, zo ja, zwaar voor iedereen, is het heel erg belangrijk voor jezelf dat je het toch zo leuk mogelijk maakt. Hè, onder alle omstandigheden. Dus kijk deze week gewoon wat wel mogelijk is. Kijk wat je wel hebt, waar je wel dankbaar voor kunt zijn. Hè. En dat kunnen soms hele kleine dingetjes zijn. Van het lekkere kopje koffie wat je 's morgens kunt zetten. Of even knuffelen met je hond of kat. Of even lekker in bad gaan zitten en genieten van even een half uurtje voor jezelf. Dat zijn dingen die ja, je deze week wat meer mag gaan doen. Dat brengt deze kaart heel duidelijk naar voren. Maak het thuis ook zo gezellig mogelijk. Hè? We moeten nu eenmaal veel thuis zitten nu in deze tijd. En dan is het zo plezierig, zo fijn als je thuis gewoon ook gezellig en sfeervol kunt maken. Met een kaarsje aan. Hè, misschien eens wat uitgebreider kokerellen of bakken. En daar met je gezin of met je partner van genieten. Deze kaart roept je wat dat betreft echt op om weer de mooie dingen van het leven te gaan zien. Om weer de mooie dingen
ja, zeg maar, te ervaren, te waarderen. Want in deze gekke wereld kan dat juist dat rustpunt zijn. Dat stukje gevoel van veiligheid. Waar we eigenlijk allemaal, denk ik, wel heel erg behoefte aan hebben. Dus ja, heel belangrijk. Ook schenk aandacht aan jezelf. Schenk aandacht aan je huis. Schenk aandacht aan je gezondheid. Aan de dingen die jij plezierig vindt. En ja, schenk ook aandacht aan je financiën. Dat klinkt misschien heel erg gek, maar het aardeelement en een pentagram, dat gaat ook over geld en waarde en bezit. En het is ook heel goed om te kijken van, nou ja, kan ik misschien mezelf eens ergens mee verwennen, hè? Dus misschien een keer jezelf wat kopen op, via een online webshop. Of mocht je daar natuurlijk het budget voor hebben. Maar goed, ja, of verwen jezelf een keer met iets anders wat leuk is. Want ja, we moeten er toch zelf iets van maken. En juist omdat deze kaart deze week tevoorschijn is gekomen, is het zo belangrijk om je dan ook weer bewust te worden van, goh, waar word ik happy van? Waar voel ik me prettig bij? Hoe kan ik het thuis zo prettig mogelijk voor mezelf maken? En ja, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om ook eens deze week bij stil te staan. En ja, in deze zware, moeilijke tijden dan toch misschien iets lichter of iets draagbaarder voor jezelf te maken. Ook huisdieren de aandacht geven. Hè? Dat doet jou goed, dat doet je huisdier goed. Dat hoort ook heel sterk bij deze kaart. Meer tijd in de natuur doorbrengen als dat kan. Hè? Dus een lekkere wandeling maken. Het weer is nog prachtiger. Kijk even naar buiten, maar goed. Hè? Als het even kan, haal een frisse neus. Ga even lekker naar buiten. Wandel, beweeg. Dat zijn allemaal dingen die bij kunnen dragen aan een beter gevoel. In ieder geval een prettiger, rustiger, veiliger gevoel. Ook om de dingen die gebeuren wat meer te laten bezinken. Ook voor jezelf wat meer op een rijtje te zetten. En ja, op die manier kun je jezelf in ieder geval op een positievere manier de week doorhelpen, als het ware. Dus ik hoop echt dat jullie ja, wat doen met deze, ja, deze boodschap. Die denk ik wel voor heel veel mensen die nou kijken geldig kunnen zijn. En ja, ik vind dat gewoon ontzettend belangrijk om ook over te brengen. Want dit is een hele mooie kaart, vind ik, hoor. Vooral dat stukje zelfkoestering en ja, kijken wat het jou kan brengen. Dus ja, ik hoop dat je daar je voordeel mee doet deze week. Nou, ben je er niet altijd bij deze live-uitzending en wil je het gewoon niet missen, zodat je het ook eens een paar keer in de week nog terug kunt kijken, dan kun je je voor de gratis nieuwsbrief aanmelden. Of het is geen nieuwsbrief, maar dan krijg je elke week op maandag de linkjes toegestuurd van deze video en de podcast van deze week. Want ik maak ook een podcast van de Tarot Weekkaart. En op die manier kun je kijken wanneer het jou uitkomt en mis je gewoon niks meer. Het is helemaal gratis. Dat geldt ook voor het volgen van mij op Facebook en Instagram. Helemaal gratis. En ook als je je abonneert op mijn YouTube kanaal en de filmpjes bekijkt, is allemaal gratis. Ik wil gewoon heel graag ja, wat dat betreft ja, wat kennis en inspiratie en inzichten overbrengen via mijn tarotkennis, astrologiekennis, zodat jullie daar ja, hopelijk ook wat inspiratie uithalen en je voordeel ermee kunt doen en toch wat ja, beter de week of prettiger of zinvoller de weken door kunt komen. Dus vandaar dat ik jullie dat aanbied. Dus het is geheel vrijblijvend. Je kunt je ook altijd weer afmelden wanneer je er klaar mee bent. Dus het is altijd ja, helemaal aan jou en helemaal vrijblijvend. Sylvia zegt, mooie boodschap, bedankt, een fijne week. Heel graag gedaan. Ja, ik hoop echt dat jullie wat met deze boodschap doen. Ik hoop ook echt dat jullie er volgende week weer bij zijn. Om 10 uur, vaste prik, live op Facebook en Instagram. En ja, ik wens jullie een hele fijne, mooie, gekoesterde week toe, waarin ik hoop dat je toch wat lichtpuntjes voor jezelf kunt vinden, ondanks deze tijd. En hartelijk dank voor het kijken en heel graag tot volgende keer. Tot ziens! Doei!